In Noord-Holland staat de boerderij waar tulpenboer Tom opgroeide. Zijn hele jeugd ziet Tom zijn vader keihard werken op het gemengde bedrijf met koeien, varkens en schapen. Maar na 45 jaar komt daar deze week een einde aan. Toms vader heeft geen opvolger en dus wordt het bedrijf en de boerderij verkocht. De afsluiting van een heel bijzondere periode. Dit is echt nog de bank van mijn opa die ooit begonnen is op deze plek. Ja, opa heeft hier ook nog staan werken. Ja. Met deze spullen. Ja, weet je, dit is een oude kist van mijn opa, maar je ziet natuurlijk ook deze kast die stort al helemaal in elkaar. Maar dit is jouw jeugd. Zeker, ja. En de hele boerderij is echt mijn jeugd, weet je. Op de hooizolder, hutten bouwen en vlotten bouwen, weet je, sloten en alles dat. Jongens van de kameleon. Beetje wel, ja. En hier de melkput. Yes. Hier heeft hij heel wat uurtjes versleten, hoor, mijn vader. Elke ochtend begint hij ook om 3:30 met melken. Om 3:30 staat hij nog steeds in deze put? Ja, echt. Je kan op één hand tellen, denk ik, van de keren dat hij verzaakt heeft. Dat is gewoon altijd. De schapen staan hier dan in de winter allemaal binnen. Hé, schapies. En dit zijn ze niet allemaal, want mijn vader heeft wel echt 150. Maar dit was natuurlijk vooral in de winter, weet je. Als dan alle schapen hier binnen staan. En had je echt van die koude winters, weet je. Was het natuurlijk schitterend. Dan loop je in je stal binnen en dan de geur van de schapen, zeg maar, en de warmte van die beesten allemaal, is echt supermooi. En dan liep je er mooi doorheen. Dat zijn wel echt prachtige herinneringen. Maar het gaat allemaal weg. Toen ik het hoorde dat het verkocht was, kreeg ik ook echt wel een brok in mijn keel. Je weet ook gewoon in je achterhoofd dat papi altijd zo onwijs hard voor gewerkt heb. Dus voor zijn gezin en voor het bedrijf. Als ik nu bij huis ben, overdag, dan merk ik gewoon aan mezelf dat ik heel vaak nu even kopje doe bij mijn vader bijvoorbeeld. En doe je nu vaker? Nu vaker, ja. Omdat het is nu bijna klaar. Weet je. Over een maand is het, hier, is het niet meer van ons. Wat is hij ze nou aan het voeren? Ja, dat is koolblad. Hé, hey, pap. Hoi. Hey, dag Jan. Goeiedag. Hallo. Hoi. Tom. Tijd geleden. Hoi. Vandaag staat er kool op het menu. Ja. Lekker vinden ze dat. Je ruikt het ook helemaal. Ja, met een gek altijd voor bijproducten. Of het een kool is, of een aardappel, of een rode biet, of een wortel, vinden ze altijd heerlijk. Ja. Nog één week de koeien voeren. Eén week de koeien voeren en dan is het klaar. Ja, dat is mooi mee, Stefan. Als je geen opvolging hebt en als je zelf niet zegt van ik stop ermee, dan ben je over 20 jaar nog aan de gang. We hebben het met die jongens erover gehad. En die hadden geen interesse in de melkveehouderij, in de varkenshouderij. En dan houdt het op. Maar als je nu kijkt op agrarische scholen. Ja. Daar stikt het van de jongens. Die er een moord voor zouden doen om een vader te hebben. Waar ze het bedrijf van over zouden kunnen nemen. Ja, klopt. Die zijn er leven. En jij hebt er 3? Ja. En die hoeven niet? Nee, als ze maar weten wat ze niet willen. En als ze dan maar doen gaan wat ze leuk vinden. Tom gaf altijd aan dat hij in de bollen wilde, als klein jochie al. Toen zat hij al in de bollen te vroeten. We gingen op vakantie. Maar we moesten altijd voor de bollentijd weer terugwezen. Want de jongens moesten in de bollen rooien. Ja. Daar werden ze gek van altijd. Nee, ik heb totaal geen moeite mee. Ik kan me toch niet voorstellen dat als je je hele leven hier hebt gewoond... Ja? Dat het dan helemaal niet uitmaakt dat er over een week stopt. Nee, maar... Ik heb geen binding met dieren. Het was geen binding met dieren? Nee, Yvonne, nee. En al 45 jaar koeien aan het melken? Ja, klopt. Maar het is voor mij ook een manier van broodwinning. Je moet niet denken dat je boer bent, dat je denkt, nou, lekker met de beestjes omgaan, lekker koetelen, lekker doen. Je moet niet denken, nou, al die zes is zo'n lekker beestje, nou, laat die maar blijven nog 10 jaar. Het is gewoon business, bedoel je? Ja, ja, maar ik vind het prachtvakkelijk, dat vooropstellen, hoor. Als ik weer beginnen moest, werd ik weer veehouder. Ik vind het prachtig. Nou dames, geniet nog maar even van de kool. Ja. Beetje rode kool erbij, spitskool. Kom maar dames, eet er maar lekker ervan. Kom maar. Jan, wat zul je nou absoluut niet missen? Niet meer het moeten. Je kan niet meer moeten trekken. Als je een zoon of een dochter die je opvolgt, dan kan je aan de keukentafel zeggen van joh, denk om die koe die kalft, of denk om die kan kalven, of die heeft uierontsteking, of die dit, wat. Of die dat wat. Maar... Dat hoef je niet meer te doen dan. Ja, niet meer moeten, weet je, is dat mooi weer. Dan kun je zeggen, nou, ik pak 's middags naar 4 uur de fiets en ik ga weg. En ik wil wel wat fietsen ook, weet je. Of de hele dag.
Of de hele dag. Ja, nee, een beetje mooi weer wezen dan. Vrijheid. Lekker. En verdiend. Ja, dat, lekker. Ja, ook verdiend, pap. Ja.